Ik ben te gast bij OTTV in Oudekerk aan de IJssel. Een afkorting die een aantal van u misschien wel bekend in de oren klinkt, maar een aantal waarschijnlijk ook niet. Naast mij staat de voorzitter van de vereniging, Jan-Willem van der Bos. Jan-Willem, wat voor vereniging ben jij voorzitter van? Wij zijn een tafeltennisvereniging. Zoals je kan zien op de achtergrond wordt er nog lekker gespeeld. Bij onze vereniging kan je op alle niveaus spelen die je zou willen. Van competitie tot recreatie. Je kan een uurtje komen spelen, je kan een hele avond komen spelen. Alles is goed, als je het maar leuk vindt om lekker te bewegen en de tafeltennissport gewoon een leuke sport vindt. Het is echt een vereniging voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. We zijn wel wat vergrijzende vereniging, zoals zo vaak. Onze leden variëren een leeftijd van 46 tot 70. Dus voor de wat jongere senioren, of oudere senioren eigenlijk, is er ruimte genoeg. Voor jeugd is er helaas geen ruimte meer, omdat we daar geen vrijwilligers meer genoeg voor hebben. Jullie bestaan sinds 1981, eigenlijk zolang als dat de drie manen ook bestaan. Hebben jullie wel een jeugdafdeling gehad? We hebben in die periode drie keer een jeugdafdeling gehad. Wat tot op behoorlijk succes heeft geleid binnen de jeugd. Daar is helaas weinig of niks van blijven hangen. Er zijn twee leden die ooit bij de jeugd begonnen zijn, die nu nog spelen. Maar die jongere jeugd die we de laatste keer gehad hebben, dat is en masse met man of 20 gelijk opzeggen omdat er eentje stopt en we gaan allemaal weer voetballen. Dan houdt het op. Spirit is een grote concurrent natuurlijk hier voor de jeugd. Vanaf 46 jaar zeg je, er wordt een competitie gespeeld. Hoe ziet zo'n competitie eruit? Nou, we kunnen op twee manieren kan de competitie gespeeld worden. Onze reguliere competitie die bestaat uit teams van drie mensen, waarbij dan per wedstrijd ieder drie keer een enkelspel speelt en in totaal één keer een dubbelspel. Er is ook een mogelijkheid om in te schrijven voor een duo-competitie, waarmee je met twee personen speelt, ieder twee keer een single speelt en samen één keer een dubbel. En dat verkort de avond behoorlijk, want of je nou 5 of 10 avonden wedstrijd speelt, dat wil nog wel schelen. Wij spelen zeg maar grotendeels de regio Gouda. Alleen langs de randen van Gouda kunnen teams uit andere regio's ook inschrijven voor onze competitie en andersom. Dus ook bijvoorbeeld Al van de Rijn komen we tegen en dat is wel wat verder. En hoe doet OTTV het in de competitie? Ik zou afgelopen seizoen nog niet al te veel zeggen, maar we zijn net gedegradeerd als eerste team. Deze vraag schrappen we nu uit de uitzending. Dat hoort er gewoon bij. Ons eerste team, waar ik zelf ook in speel, de afgelopen 10 jaar, spelen 2 competities per jaar, dus 20 competities, hebben we in de derde klasse gezeten. Dat is dan regionaal het hoogste niveau. En in die tijd zijn we nu voor de derde keer van één seizoen eruit gegaan. Buiten de regionale competitie krijg je een afdelingscompetitie. En dan praat je eigenlijk over de hele regio, of de hele provincie Zuid-Holland zelfs. Dus dan kom je bij heel groot gebied te spelen. Wij spelen ook in de grootste afdeling van de Tafeltennisbond. Dan kan je van Roelofarensveen tot Antenbriel en dan is de sterkte natuurlijk vele malen groter. En dat is echt de overgangsklasse naar de landelijke competitie. Dat is de competitie, maar recreatief is ook mogelijk. Vanaf welke leeftijd zouden mensen welkom zijn? Iedereen is welkom. Het enige wat ik erbij kan zeggen, jeugdleden, het leeftijdsverschil wordt gewoon erg groot en dat is denk ik niet zo leuk. Maar voor de rest mag iedereen een keer komen proberen, dat is helemaal geen probleem. Wat is een mooi moment om bij jullie een keertje langs te komen om een balletje mee te slaan? Nou, ik zou zeggen, kijk, we zitten nu in juni. Het seizoen eindigt op 24 juni, dus dat is nu nog 3 weken na vanavond. Maar vanaf 1 september zijn we weer vol in de slag. En dan is iedereen van harte welkom om een aantal avonden te komen spelen. Ja. Kijken of je het leuk vindt. Op de achtergrond zien we een aantal heren bezig. Zijn de dames ook welkom? Dames zijn uiteraard ook welkom. De laatste dame die we hadden is toevallig mijn vrouw. Maar die is door een blessure uitgeschakeld en die kan niet meer spelen. Moet je ooit al getafeltennist hebben om hier te mogen komen of maakt dat niet uit? Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ik heb dat de laatste jaren wel meer gezien aan mensen die het gewoon een keer willen proberen. Iedereen is bereid om tegen iedereen te spelen. Dus ook tegen mensen die beginnen. En je ziet al eigenlijk binnen een paar weken dat mensen dan het niveau aardig op weten op te trekken totdat ze een redelijk balletje kunnen slaan. Dus voor nu nog 3 weken competitie. En dan vanaf september zijn nieuwe leden van harte welkom. Dinsdagavond vanaf? Vanaf 8 uur tot 11 uur 's avonds. In de Drie Manen in Oudekerk. We hopen u natuurlijk met z'n allen hier dan te zien. Jan-Willem, dankjewel. En ga nog een lekker balletje slaan. Komt helemaal goed. Dankjewel. Succes. Thank you.
Lekker, hè? Ja, dat is lekker.